Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Goedemorgen, tenminste voor mij is het nou ochtend. Het is 9:02, dus het is echt nog super vroeg. Ik lig hier in bed samen met Sisu, mijn kleine baby. Vandaag is het dus een hele interessante video, omdat jullie vandaag mijn dag gaan bepalen. Ik ga het doen via Instagram. Ik doe dit soort video's altijd via Instagram, want dat is het makkelijkste. Dus als je mij daar nog niet volgt, waar wacht je op? En ik ga dus vandaag via Instagram allemaal vragen stellen over wat ik moet doen vandaag. Dus het is vandaag een makkelijke dag voor mij. Ik hoef geen beslissingen te maken, want daar zijn jullie voor. Jullie gaan vandaag alles beslissen voor mij. Dus ik ben super benieuwd hoe mijn dag zal gaan. Want ja, normaal gezien bepaal ik het gewoon, maar vandaag niet. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een heleboel vragen voor iedereen, dus... ja, ik ben benieuwd wat iedereen antwoordt. Zoals je net al zag, het is het nou ochtend. Ik moet nou gaan klaarmaken. En mijn eerste vraag gaat zijn, moet ik een glam make-up look maken of een normale look? Ik hoop dat iedereen een glam kiest. Want dan kan ik ook gelijk wat content maken voor Instagram. Dan maak ik gelijk een Instagram look en dan kan ik die plaatsen op Instagram. Want ik heb op het moment niet echt veel content gemaakt voor Insta. Dus ik loop een heel klein beetje achter. Dus het zou heel chill zijn als iedereen vandaag gewoon voor de glam look kiest. Want dan kan ik dat gelijk doen. En ja, als mensen voor de naturel look gaan, ja... dan maak ik gewoon even snel een normale natural glam. Ik ga ook gelijk iedereen vragen hoe ik mijn haren moet doen. Zoals je kunt zien is het gesteld. En ik ga vragen of ik het gewoon stijl zo moet laten. Of dat ik er wat krullen in moet maken met de krultang. Dus ik ben heel benieuwd wat iedereen gaat antwoorden. Oh my god. Nou mensen, ik heb net gedoucht. En voor mijn haren heb ik dus gevraagd of ik het gewoon stijl moet laten zo. Of dat ik er krullen in moet maken met de krultang. Dus... ik ben benieuwd. Ik hoop stijl en ik hoop glam make-up. Nou mensen, het is vandaag mijn lucky day. Ik ben nog nooit zo blij geweest met jullie. Jullie hebben precies gekozen wat ik ook wou. Met een kleine voorsprong heeft glam make-up gewonnen. En qua haren heeft ook met een kleine voorsprong straight gewonnen. Dus stijl haar. Dus ja, ik ben heel blij hiermee. Dus ik ga mijn haren even mooi stijl doen en zo. En ik ga een glam make-up lookje maken boven. Dus kom maar mee. Oké, we zijn overgeschakeld op mijn beauty camera. Zoals je kunt zien. Ik ben zo blij dat men is gegaan voor glam. Want ik moest echt een make-up look maken voor Instagram. Want ik ben echt lacking de laatste tijd. Omdat ik dus op vakantie ben geweest en zo, heb ik nou niet echt meer content voor Insta. Dus ik ben blij dat iedereen is gegaan voor glam. Ik doe even snel mijn dagcrempje op. Deze is van Clinique. En dan ook even een lipbalmpje voor op mijn droge lippen. Zo, en dan maak ik het stijl met mijn steampot. En ik maak hier onderin, want hieronder is het altijd een beetje dood. Daar onderin maak ik krullen met de krultang. Oké, mijn haren zijn gedaan. Nou is het tijd voor make-up. Ik was vergeten te vertellen wat de uitslag was van wat ik moet gaan eten. Ik heb dus gevraagd op Instagram wat ik moet gaan eten. McDrive of gewoon in huis iets maken. En iedereen heeft massaal gekozen voor McDrive. En daar ben ik heel blij mee. Oh mensen, ik was ook vergeten. Ik had ook gevraagd wat moet ik aandoen. En ik had twee opties gedaan. Dit zijn de twee opties. Dit hier is gewoon lekker makkelijk. Gewoon een groot shirt met een trui. En dit is iets meer extra met panter en leer en zo. Dus ja. En ik heb gevraagd op Instagram welke van de twee outfits. En ik hoop gewoon de normale, want die is gewoon chill. Dus let's see. Tot nu toe gaat het goed. Dus ik hoop dat het zo blijft. Oh mijn god, iedereen heeft gekozen voor extra. Jullie worden bedankt, hè. Ik moet dus heel extra naar de McDrive. Dus... ja, mijn make-up is al heel extra en nou mijn kleding ook. Toppie jongens, top! Nou mensen, dit moest ik aan van iedereen. Oh mijn god,
dit is echt iets wat ik normaal niet echt snel aandoe. Het is heel heftig. Het matcht ook niet met de ooglook. Zo kleurrijk en dan zo panten. Maar dit is wat iedereen heeft gekozen, jongens. Dus ik ga zo vandaag over straat. Ik vind het op zich wel leuk, maar het is gewoon niet echt mijn ding, weet je wel. Maar ja, ik draag sowieso wel een jas, want het is vandaag super koud en wind. Maar dit is de look die jullie hebben gekozen voor mij. Ik ben in de auto. Het is me een partij wind vandaag. Nou, mijn moeke kwam net binnen en ze maakte gelijk de opmerking van wat zie jij eruit, zeg. Ik zeg ja, vandaag bepaal ik niet wat ik doe, maar mijn Instagram followers. En toen zei ze dat ik niet spoor. Ja, echt. Ik zie eruit alsof ik echt, weet ik veel, vandaan kom met mijn panter en mijn pastel oogschaduw. En ja, zo ga ik naar de Mac vandaag. Het is wat het is. Goedemiddag, welkom bij McDonald's. Kijk dit naar. Hi, mag ik kip 6? Ja. En doe maar met curry. Ja. En een kleine cola light. Kleine cola? Ja. En doe maar ook een McFlurry M&M's. Wilt er ook een sausje doorheen? Chocola. Dat hem? Ja. Dan wordt het 2,20 mogen doorgaan, alsjeblieft. Dank je. Hoi. Hoi. 2,20. Mag ik binnen? Alsjeblieft. Jij ook. Jullie moeten echt zien hoe zij mij aanstaart. Zij denkt echt, wat doet Pipo de clown hier? Ik heb niet echt heel veel honger, dus ik heb niet echt heel veel besteld, jongens. Hoi. Dank je. Dankjewel. Oké, mensen, mijn batterij is leeg. Dus we zijn nou overgeschakeld op mijn phone. Ik heb een iPhone 11, dus in principe moet dat goed genoeg zijn. Oh mijn god, de wandel hier, mensen. Ik vind dat zo verscheurd. Oh mijn god. Oké, ik sta nou op een best wel openbare weg gewoon. Dus iedereen kan mij zien. Ik weet niet precies waarom ik hier ben gaan staan. Maar oké, ik heb hier mijn eten. Ik heb kip 6 besteld. Kip 6. Ik heb een kleine cola light. Want hè, we moeten het wel gezond houden. En ik heb McFlurry M&M's. I love McFlurry M&M's. Terwijl ik hier ga eten, ga ik op Instagram vragen wat ik nou moet gaan doen. De twee opties zijn is of ik ga naar huis. Ik moet nog administratie doen die ik al like een maand uitstel. Dus ja, dat moet ook gebeuren. Of ik ga dat gewoon niet doen en ik ga lekker chillen en ik ga winkelen. Dus ik ga het vragen op Instagram en ik hoop dat mensen gaan voor winkelen. Want ik heb echt geen zin in administratie. Ondanks dat ik een boekhouder heb, moet ik toch best wel veel administratie doen. Maar ik ben echt zo lui. Maar goed, ik hoop dus dat mensen gaan voor winkelen. Dus terwijl ik eet, als het op is, dan gaan we bekijken wat mensen hebben gekozen. Oké, nou, ik ga beginnen met mijn kip 6. Ik pak meestal een minuutje, maar ik had niet echt honger vandaag. Dus ik heb gewoon een soort van snack gehaald. Waar is mijn curry? Zijn ze? Ze zijn het gewoon vergeten. Oh nee. Geen paniek, jongens. Curry. Oh mijn god, mensen, deze make-up, jongens. Oeh. Nou, ik ga lekker hier mijn kippie eten. Waar zullen we over kletsen vandaag? Ik heb niet echt iets om over te kletsen, jongens. Oh, ik knoei alles hieronder weer. Wat een gezeik. Mensen, voor iedereen die onderweg eet, ik heb een hek. Doe dit zo hierin. Kijk. Wacht. Kijk, zo. En je kunt dan zo makkelijk dippen en eten. Hek van de dag, jongens. Ik voel me hier zo akkoord. By the way, als we gaan winkelen, ik ga niet echt helemaal naar de stad, want daar hoef ik niet echt te zijn. Maar ik moet boodschappen doen bij de appie. Ik moet naar de kruidvat wat spulletjes halen. En gewoon op zoek gaan naar make-up die ik misschien wil hebben. Maar niet hoef te hebben, maar wel wil hebben. Ik denk dat mensen wel gaan voor die optie. Want het is best wel saai om mij gewoon naar huis te sturen. Dus even drinken. Oh, een hondje. Kijk nou, een poepie. Honden zijn zo cute. I can't. Hallo meneer. Afstand alsjeblieft. Afstand. Wat mensen? Op. Dat ging best snel. En nee, ik gooi niks op straat. Ik doe gewoon alles hierin. En dan straks gooi ik het weg. In een prullenbak die ik moet vinden. Maar god, ik zag laatst een vlog van een bepaald persoon. En zij zat gewoon haar Mac gewoon op straat te pleuren en zo. Echt zo asociaal. I cannot. Ik snap dat we niet alles perfect kunnen doen. Maar als je gewoon een zak op straat pleurt of
gewoon überhaupt afval op straat pleurt, ja, dan ben je gewoon echt niet opgevoed. Er staan echt prullenbakken, like, overal. Oké, nou is het tijd voor de McFlurry en er is daar een man in zijn busje mij aan het aanstaren. Ja, ik zit hier, ja, met mijn clown make-up McDonald's te vreten. Kijk dan hoe lekker, half gesmolten marqué. Woe! Ik praat hier gewoon echt met mezelf. Ik zit helemaal onder, jongens. Wauw. Eeuw. Nou zijn mijn handen helemaal plakkerig. Terug naar de normale programmering. We gaan eten. En ik ga even bekijken wat die man daar allemaal doet. Waarom is het hier zo druk, jongens? Het is hier een partij warm. Mijn god zeg. En het is hoeveel graden? Het is 8 graden op straat, jongens. Maar hier binnen is het... Kan ik dat hier zien staan? Oh, 23 graden. Ik ben lekker ingepakt. Waarom rijdt iedereen hier zo agressief, man? Doe rustig. Rustig. Ik wil misschien ook naar de wasstraat. Want het is een mes. Dus ik ga vragen of ik naar de wasstraat mag van jullie. Oké, nou, ik heb het gevraagd. Oh, politie. De politie. Oh nee, mensen, ambulance. Ik zit hier echt allemaal onzin te brabbelen. Mensen, ik doe even mijn dak open, want... Het is me hier een partij warm. Ik kom by the way uit Brabant. Vaak kunnen mensen mijn accent niet echt plaatsen. Brabant. Ik ben op de helft drinken. Ik heb alles op, behalve mijn drinken. Maar het begint me toch nu net een partij te hagelen of zo. Kun je het hier zien? Ik weet niet echt of je het hier... Kijk hier. Het is nou weer iets minder, maar er kwam echt ineens hagel. What the f? Can we not? Gewoon can we not? Kunnen we gewoon een keer normaal weer hebben in het land? Ik ga denk ik mijn auto wassen. Denk ik. We will see. Ik ga even kijken. Oh my god. Nou, echt de grootste groep heeft gezegd. Girl, ik ga je auto wassen. Dus dat gaan we doen. Ik heb geen lipgloss bij, jongens. Ik ben het helemaal vergeten. Ik heb wel een lipbalmpje van de Action. Er staat hier iemand. Okay, ik en mijn clown look gaan nou de auto wassen. Let's go. In de achteruit, jongens. Is er iets achter mij? Nee. Onderweg naar de kawash. Kawash. Ik moet echt ophouden met het gezang. Want niemand wil mij horen zingen, denk ik. Ik ben er bijna. Ik heb net besloten in mijn hoofd dat ik ook interieur ga laten doen. Want die opties heb je hier allemaal. Ja. Brabant heeft opties, jongens. En ik hoop niet dat het druk is. Volgens mij is het niet druk, want het is echt super slecht weer. Dus... But I'm not sure. Woe! Mag ik die met ook interieur rijden? Ja. Ja? Binnen? Ja, binnen. Oh mijn god, ik ben zo'n idioot. Oké, hoor dit. Hè. Ik heb een automaat. Maar ik had dus... ik had hem in parkeerstand staan. Waardoor hij dus niet vooruit ging. En ik allemaal... Hé, waarom gebeurt er niks? Komt die man aan? Hij zo... Mevrouw, u moet hem in de neutraal stand doen. Ik zo, oh ja. Verschut me. Ik maak altijd echt de meest verschutte shit mee. Want ik ben altijd zo lomp en onhandig als maar kan zijn. Nou gaan we naar de interieurbaan. En ik ga het laten doen. Je kunt ook interieur doen. Maar dan moet jij het gewoon schoonmaken. Maar ain't nobody have zin in dat. Dus ik ga het gewoon lekker laten doen. Oké, mensen, ik ben nu nog in de interieurbaan, maar in principe is het klaar. Alles is schoon, eindelijk, godzijdank. Ik heb even mijn Instagram gecheckt en iedereen wil dat ik ga winkelen. Woo! Dus we gaan winkelen. Dus ik ga naar de Albert Heijn XL, daar heb je ook een Action. En je hebt daar ook een Ethos, als het goed is, of Kruidvat. Nee, Ethos. Dus daar ga ik even wat producten halen en ik neem jullie gewoon mee weer, hè. We gaan lekker winkelen. Ik ben er bijna. Het is tijd voor een pep talk. Oké, Sarah, we gaan geen onzin halen. We gaan geen make-up halen die we niet gaan gebruiken of niet hoeven. We gaan geen geld opmaken aan onzin. We gaan gewoon boodschappen halen, wat je moet halen. Ik ga gewoon voor snacks, by the way. Ik hoef niet echt boodschappen, maar gewoon vla en koek en gewoon een beetje van die snacks. En bij de Ethos ga ik alleen maar halen wat ik echt moet hebben. En dat is zo'n ding voor de oksels. Ik ga wel ook even naar de make-up. Want ja, dat kan ik niet laten gaan. Het is wel mijn baan. Maar ik koop alleen wanneer ik het echt wil gaan gebruiken in de video. En zo. Dus we gaan vandaag geen onzin halen, Sarah. Geen onzin. Mensen, dit is zo goed voor de oksels. Deze extra dry spray. Echt geweldig. 1 plus 1 gratis, met uitzondering van wat ik moet hebben, natuurlijk. Maar goed, ik wil die hebben en ook voor mijn moeken.
Zij wil die ook hebben, dus ik pak 2. Door naar de make-up. Dank je. Ja, dat is heel mooi. Dank je wel. Deze brand is nieuw. Dit ken ik niet. Misschien leuk voor een video. Let me know als je een video wilt zien over al dit. Ze hebben echt van alles. Oh mijn god, allemaal acties jongens. Ik hou van acties. Maar dit hoeft niet. 50% eraf. Wil ik dit? Of wil ik het niet? Nee, ik wil het niet. Oh kijk, make-up brand van OLJ. Misschien ook leuk voor een video. Let me know als je hier een video over wilt zien. Kijk, dit wordt handig om je make-up in te doen. Ik weet alleen niet of die in mijn la past, maar ik ga het wel proberen, jongens. Dit is echt de meest lekkere vla die bestaat. Dit is de lekkerste chocola die er bestaat. Oké mensen, ik ben thuis. Ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Het is niet echt iets heel bijzonders, maar goed. Ik ga beginnen met de Albert Heijn. Ik heb gewoon even een heel klein snackboodschapje gedaan. Ik heb 2 bapaus gehaald, rund. Ik vind die echt heerlijk als lunch. Ik was hier echt helemaal verslaafd aan. Ik haalde er echt 20 per keer en zo. Nou is het iets minder, dus ik heb er gewoon maar 2 gehaald, zoals normale mensen doen. Ik heb hier heksenkaas. Oké, mensen, ik ga jullie dit vertellen. Dit gaat jullie leven veranderen. Haal 1 komkommer en dip dit in en dip dat in heksenkaas. Dus snijd de komkommer in stukken en dan dip het zo in die heksenkaas. Dat is zo lekker. Jullie weten niet wat je proeft. En het is ook semi-soort van gezondachtig. Ja, dit is niet super gezond, maar ook niet heel ongezond. Dus ja, het is echt super lekker. Dit moeten jullie echt proberen. Ik heb hier mijn witte crunchy chocola. Deze haal ik altijd. Dit is mijn fave chocola. Ik hou niet van normale. Ik hou alleen maar van witte chocola. Ik heb hier gewoon wat goedkope S drinken. Ik vind deze super lekker. Ik haal die echt altijd. Is wel echt super zoet en ongezond. En ik heb hier mijn blikjes Cola Light. Ik ga nergens heen zonder een blikje Cola Light. Ik vind het echt super lekker. Dit is die van de Albert Heijn. Je hebt ook gewoon de echte. Maar ik proef bijna geen verschil. Ik vind het gewoon even lekker. En ik weet er zomaar echt een aantal mensen zijn die zeggen van... Oh mijn god, Sarah, deze van de Albert Heijn is super vies. Je moet gewoon de echte halen. Ik proef oprecht geen verschil. En omdat ik dus geen verschil proef... kan ik net zo goed geld besparen. Maar ik weet dat heel veel mensen wel echt verschil proeven. En honingdrop. Ik hou niet van drop, maar wel van honingdrop. Dat vind ik echt heerlijk. En dat was het. Even kijken, dan heb ik hier de Action. Ik heb hier snoepjes gehaald voor Susu. Super cute. Hij vindt die echt heel lekker. Hij staat nou daarachter, dus ik ga hem gelijk eentje voeren. Susu, kom. Pst, pst, kom. Kom dan. Kom dan. Kijk eens wat ik heb voor jou. Snoepje. Lekker eten. Schattige baby. Nou, hij ook weer blij met zijn kattensnoep. Hij vindt die altijd echt zo lekker. Even kijken. Ik heb dit ding gehaald. Dat heb ik gezien bij de Action. Was super goedkoop. Even kijken. Ik heb de bon hier ergens. Dit was iets van 3 euro of zo. Super goedkoop voor heel dit ding. En je kunt dan jouw make-up erin doen of... wat je er ook in wilt doen. Ik heb een Alex La. En ik hoop dat dit daarin past. Dat zou echt ideaal zijn. Dus ja, dat ga ik proberen. Ik heb ook mijn Action Makeup Wipes. Deze zijn echt super handig. Dit is zo'n pack met 4. En heel erg goedkoop. Hiermee maak ik niet mijn gezicht schoon. Maar het is puur voor swatches. Zoals hier. En wanneer ik ja, gewoon even iets schoon moet maken. Wat ik heel vaak moet doen. Aangezien ik mij elke dag opmaak en video's maak. Dus daarvoor haal ik deze. En last but not least. Random. De tandenborstel. Oké, dan blijft alleen nog de Ethos over. Daar heb ik ook wat make-upjes gehaald. Ik heb dus, zoals ik al zei daar in de winkel. Deze extra dry gehaald. Eentje is voor mijn moeke. Moeke betekent by the way gewoon moeder. Maar ik zeg altijd moeke. Ik gebruik dit echt al maanden. En mijn moeke heeft het toen 1 keer gepakt. En zij is ook om. Dus ik moest er ook eentje halen voor haar. Dit is dus zo'n spray. En dit is echt ideaal voor als je echt die zweetgeur snel hebt. Want dit gaat echt voor de geur. Je moet die 2-3 keer per week opdoen. Gewoon hier onder je oksels. En je ruikt geen enkele zweetgeur meer. Echt ideaal. Ik gebruik het gewoon elke ochtend. En ik vind dit echt...
Echt toppie. Echt life hack for life. Ik heb hier ook een mascara primer. Die wilde ik graag proberen. Want kennelijk als je deze opdoet, dan worden ze echt super lang. Dus je moet dan deze opdoen. En dan ook gewoon nog een normale. Ik had hem ook van Essence gehaald. Maar ik vond hem niet zo goed werken. Dus ik dacht, ik haal deze. En deze schijnt wel goed te zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik heb ook van de Ethos. Er was sale bij hun. Ik heb deze twee liquid matte lipsticks gehaald. Kijk hoe cute ze zijn. Prachtige kleuren. Een beetje nude allebei. Ja, ik had het allemaal geswatcht op mijn hand. Maar volgens mij niet laten zien. Ze waren super goedkoop. En ook nog eens in de sale. Dus ja, kijk. Een beetje een bruin en een roze kleur. Heel erg mooi. Ik ben echt benieuwd hoe ze gaan zijn. En ik heb ook nog zo'n matte lipstick van L'Oreal. En daar ben ik ook heel benieuwd naar. Deze waren er echt in superveel van dit soort nude kleurtjes. Ik heb kleur Ginger Bomb of zoiets. En dit is echt een super duper lichte nude kleur. In principe is hij te licht voor mij. Kijk, hier is hem. Hier is hij bedoel ik. Super mooi hè. Kijk dit. Oh my god. Ik denk wel dat hij ja, iets te licht gaat zijn voor mij. Maar met een mooie lippotlood gaat het vast echt prachtig zijn. Dus deze heb ik ook gehaald. En dat was het. Moet ik content gaan editen? Of moet ik dat niet gaan doen en gewoon de Sims gaan spelen? Want ja, ik vind het allebei leuk. Maar vooral de Sims. Maar ook weer met een lichte voorsprong heeft editen gewonnen. Dus ik ga even snel mijn video editen. Of ja, snel. Dat kost echt wel een aantal uur. En ik ga ook even heel kort en snel een beetje laten zien van hoe ik edit. Dat is denk ik wel leuk om een keer te zien. Ik heb ook vragen gehad of ik een keer gewoon echt een hele video wil maken. Over hoe ik mijn foto's edit, de video's. Dat ga ik binnenkort ook doen. Maar vandaag is gewoon een kleine preview. Oké, hier dus een schermopname van mijn computer. Ik heb vandaag een video opgenomen. Ik heb een unboxing gemaakt. Dus ik ga beginnen met het editen van de thumbnail. Ik heb hier in de hoek mijn template. En ik heb hier de screenshot die ik heb gemaakt. En dit wil ik gaan gebruiken als thumbnail. Even wachten totdat het opent. En dan sleep ik die foto gewoon hierin. En dit is dan precies hoe groot het mag zijn. Anders is het te groot of te klein. Dus dit is super handig. En dan sleep ik het er gewoon zo in. Vergroot ik het tot hoe groot ik het wil hebben. Ongeveer zo is het wel goed. Even kijken. Het wordt vandaag een best wel makkelijke. Ik maak even een tekstje. Unboxing. Nee, wacht. Ik ga het anders doen. Het is altijd eventjes nadenken wat ik nou wil gaan doen. Beauty. Pakketjes. Pakketjes. Oh. Unboxing. Uitroepteken, uitroepteken. Want het is van alles. Het is make-up, het is kleding. En dan maak ik het een beetje zo schuin. En dan even kijken. En doe deze een beetje omlaag. En dan maak ik zo van die tekst daaromheen maak ik een zwarte lijn. Dat doe ik altijd. Kijk zo. Ik vind hem iets te groot. Zo. Nou blokt het wel mijn hoofdje. Misschien ga ik het aan de andere kant doen dan. Ja. Kijk nou eens hier horizontaal. Ik doe het zo hier laag. Dat is wel leuk. Ja, ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Vandaag is het best wel makkelijk. Af en toe bij andere video's moet ik hier echt zo lang over doen. Maar gelukkig nou niet. Ik edit met Final Cut Pro. Dus die ga ik openen. Zo, en dan hier een nieuw project, video 82. En dan ga ik alles importeren. Dan ga ik weer naar die map hier beneden. Oh, dit kan dicht. Dicht. Even kijken, pakketjes unboxen. En dan pak ik alle fragmenten die ik ga gebruiken. En dan hier heb ik in een aparte map, daar is mijn intro. Die is hier en die sleep ik er gewoon zo in. Hier is fragment 1. Dus deze ga ik er zo in droppen. En dan alles vergroten. En dan dit zwarte beginstuk knip ik er zo uit. Ik doe de volume van mijn intro altijd een beetje omlaag. Want die staat best wel hoog. En ik doe de volume van mijn video helemaal omhoog. Dit knip ik dan hier. Kijk, want hier gaat hij zo open. Dus daar moet mijn video beginnen. Dat knip ik zo. En dan ga ik even op zoek naar wanneer de video begint. Wanneer begin ik met praten? Oh, hier. Kijk hier, hallo allemaal.
Dus heel dit begin knip ik er helemaal uit. Kijk, ik ben altijd in het begin helemaal in de weer met even mijn haren goed doen. Hoe zie ik eruit? Dit, dat. Kijk, en dan zo. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En dan ga ik hem gewoon helemaal knippen, jongens. Approximately 10 hours later. Ik ben helemaal klaar met editen. Hier zeg ik doei allemaal. Hij is nou aan het... dit houdt in dat hij er echt een video van aan het maken is. Hij is nog lang niet op 100%. Dus dit kost altijd wel eventjes tijd. En hierna moet ik hem gaan uploaden op YouTube. En inplannen op de dag dat ik hem online wil hebben. Dus... dit is nou helemaal klaar. Ondertussen heb ik weer een vraag gesteld op Instagram. En ik heb verteld dat ik mijn make-up eraf ga halen. En of dat ik vandaag een gezichtsmaskertje op moet doen of niet. Iedereen zei van wel, ik heb gisteren al eentje opgedaan. Maar ja, dan maar vandaag gewoon weer. Ik heb niet echt zin erin, maar oké, whatever. Het is altijd wel goed voor je huid. Dus ja. Jullie gaan even met mij mee mijn make-up eraf halen en een maskertje opdoen. Nou, ik sta in mijn badkamer en ik ga nou deze hele make-up eraf halen die ik de hele dag op heb gelaten. Ik heb een hele video gemaakt over wat ik gebruik om mijn make-up eraf te halen en hoe ik het doe en alles. Dus bekijk vooral die video als je dat helemaal wilt weten, want vandaag ga ik er gewoon heel hapjes doorheen. Ik heb ondertussen ook gevraagd op Instagram of ik naar de zonnebank moet gaan of niet. Dus die uitslag gaan we straks ook bekijken. Oké, mijn gezicht is helemaal schoon. Jullie hadden op Instagram bepaald dat ik een maskertje op moest gaan doen. Dus ik heb er hier eentje. Deze heb ik gehad in PR. Renewed Hope in a Jar. Mask van Philosophie of zoiets. En deze is dus goed om voor... dat hij een beetje hydrateert. Dat is wat hij doet. Er staat op dat hij 24 uur hydrateert. En het is gewoon een sheet mask. Ik moet het 10 tot 15 minuten erop laten. En dan wat er nog op mijn huid zit, moet ik er gewoon in masseren. Dus ik hoef het er niet af te wassen. Dat vind ik altijd heel fijn. Ik vind het altijd irritant wanneer ik mijn gezicht moet wassen. Dus ik ga het gewoon even opdoen. En er staat dus 10 minuten tot een kwartier. Nou, ik laat hem gewoon dan een kwartier op. Dit is het maskertje. Oh, denk ik andersom. Oeh, hij is koud, jongens. Hij gaat alleen niet heel goed op. Hij zit niet heel fijn op de huid. Hij is een beetje te groot of zo. Oh mijn god, mensen. Dit moet eraf. Ik ben zo'n idioot. Oké. Poging 2. Oh mijn god, kijk. Nou is hij gewoon goed op de huid. Oh. En dit kan er ook nog af. Oké. Wat een amateur, zeg ben ik. Niet te doen. Ja, kijk, nou zit hij echt helemaal perfect. Oké, dit was heel dom. Oké, nou, dit ga ik er gewoon zo een kwartiertje op laten. Nou, daar ben ik weer. Het zit er nou een kwartier op, dus het mag eraf. Wat bijna niet lukt, ja. En dan stond erop dat wat er nog op je gezicht zit, zodat je dat gewoon moet insmeren en er niet af moet wassen. Dus ja, dat voelt heel fijn aan. Hij is heel moist. Weet je wel, zo nattig. Dat vind ik heel fijn. Oké, nou, dat was een succes. Oké, zoals ik al zei, heb ik dus op Insta gevraagd of ik moet gaan zonnen of niet. En de results are in. En zoals ik al wel had verwacht, zegt iedereen ja. Dus let's go to de zonnebank. Ja, hi. Mag ik om het hoogste? Nou, ik ben weer thuis en ik ben lekker bruin. Er was vandaag actie. Het was maar 8:30. Oh my god, ik was echt blij. Ik wist helemaal niet dat ze actie hadden vandaag. Maar goed, ik ben weer lekker een beetje bruin geworden. En het is nu 8:00 en ik denk dat het wel genoeg geweest is voor vandaag. Het is weer tijd dat ik de regie weer in handen neem. En gewoon zelf bepaal wat ik doe elke dag. Ik vond het echt super leuk om dit te doen. Een aantal dingen zou ik echt niet hebben gedaan. Zoals die kleding. En naar de zonnebank, want ik had echt niet echt zin. Maar gelukkig ben ik gegaan, want dan was het een actie. Maar goed, ja, ik vond het heel leuk. Ik hoop dat iedereen ook heeft genoten van de video. En ja, hierbij is het einde dan. Hierbij sluit ik het af. Ik plaats ook 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!